Tijd voor een nieuwe Expert Talk. In een Expert Talk vragen wij experts om hun mening over uiteenlopende onderwerpen. We spreken dit keer met twee deskundigen van BDO over het pensioenstelsel in Nederland en België. Ondanks de vele overeenkomsten zijn er ook verschillen. Het is van belang hier ook bij grensoverschrijdend zaken doen rekening mee te houden. Vanwege de complexe regelgeving op dit gebied is een nauwe samenwerking tussen BDO Nederland en BDO België van essentieel belang. Het is precies omdat de pensioenproblematiek al heel lang bestaat tussen België en Nederland, al 20 jaar. Pensioenproblematiek was eigenlijk een van de eerste elementen die ertoe geleid hebben om de optimalisatie en om de samenwerking tussen BDO België en BDO Nederland te bestendigen. Omdat wij intern dan heel makkelijk alle details van de pensioenopbouw kenden en wij langs de andere kant van de grens dan konden zorgen voor een optimale opvang. Tussen Nederland en België bestaat een verschil tussen mogelijkheden met betrekking tot uitkeringen uit de pensioenen. België kent de mogelijkheid dat het pensioen in één keer wordt ontvangen, als het ware afgekocht wordt. En Nederlands pensioenrecht, het Nederlands pensioenstelsel zegt dat er echt levenslange periodieke uitkeringen moeten worden aangekocht. Het is zo dat de taxatie van periodieke uitkeringen die is wel verschillend ten opzichte van taxatie van kapitaalsommen. Periodieke uitkeringen die worden in principe gewoon aan de progressieve tarieven belast. Daar waar afkoopsommen belast worden aan een afzonderlijk tarief van 16,5%. Blijft men werken, blijft men actief tot zijn 65ste, dan zakt dat tarief zelfs naar 10%. Ja, Nederland heeft toch wel een traditioneel driepijlersysteem. Dus we hebben een overheidspensioen. Dus iedereen die in Nederland heeft gewoond, zelfs al niet eens gewerkt te zijn, maar gewoond heeft in Nederland tussen op dit moment 15 en 65, heeft een overheidspensioen. En daarnaast is het in Nederland te doen gebruikelijk dat je ook daarnaast vanuit de arbeidsomgeving nog een aanvullend pensioen krijgt, bovenop het overheidspensioen. Daarnaast zijn er eventueel nog aanvullingen mogelijk, zou het eerste en tweede pijlerpensioen niet voldoende zijn. Dan zijn er mogelijkheden in de derde pijler, in de privévoorzieningen, nog aanvullende faciliteiten om te regelen. In België zijn er ouderdagsvoorzieningen speciaal voorzien voor werknemers en voor directeurs. Zelfstandigen. Voor werknemers denken we dan aan collectieve pensioenopbouw via groepsverzekeringen. Maar daarnaast zijn er nog specifieke vehikels voorzien voor directeurs, zoals een individuele pensioentoezegging, waarbij dat eigenlijk een directeur zelf bijdragen via zijn vennootschap stort in een individuele pensioenopbouw. Vroeger kon het ook in België dat er voorzieningen op de balans werden opgebouwd, maar dat is sinds kort niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en België onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. Het belastingverdrag tussen Nederland en België is vrij duidelijk over de belastingheffing over pensioenen. De hoofdregel is dat pensioenuitkeringen worden belast in de woonstaat. Dus iemand die in Nederland woont, in België pensioen heeft opgebouwd en met pensioen nog steeds in Nederland woont, zal in Nederland belast worden voor de pensioenuitkeringen. En andersom, iemand die in België woont, in Nederland heeft gewerkt, zal zijn pensioen ontvangen op het moment dat hij in België nog woonachtig is. En daar zal België in principe ook dan belasting over mogen heffen. Dat is wel van belang voor Belgische werknemers die in Nederland gaan werken. Die verwachten misschien dat ze bij pensionering hun pensioen in één keer kunnen krijgen. Dat is dus niet het geval. In tegenstelling tot hun collega die in België werkt, zullen zij enkel een periodieke uitkering kunnen verwachten. De lijnen tussen BDO Nederland en BDO België zijn bijzonder kort. In mijn praktijk komt het regelmatig voor dat een klant het voornemen heeft om te emigreren naar België. En het is voor mij een kleine moeite om de telefoon even te pakken, Dirk te bellen en te vragen van hoe gaat België om met de AOW-uitkering? Hoe gaat België om met het tweede pijler pensioen van die directeur groot aanhouder in zijn eigen BV? Of zelfs nog het aanvullende pensioen in die derde pijler, als er sprake van zou zijn. Dus nou, een telefoontje, een mailtje, lijnen zijn erg kort, dus die samenwerking die verloopt uitstekend.